Loting voor het Statendebat door burgemeester Ton Heerts. De debatvolgorde voor het Provinciale Statendebat van aanstaande zaterdag om 3:00 in de burgerzaal is door burgemeester Ton Heerts bij loting bepaald. We zijn er weer klaar voor, de volgende verkiezingen, Provinciale Staten en de waterschapsverkiezingen. Maar het debat met de Apeldoornse raadsleden is onderweg. Maar wat is de volgorde? De volgorde zit in deze doos en die ga ik trekken. Dat betekent dus dat ik bij elk nummertje een partij ga plakken. En wie is als eerste aan de beurt? Dat is 50PLUS. Die is als eerste aan de beurt. Ik plak ze even vast. Zo vaak plak ik de partijen niet vast. Dan gaan we snel door. En de volgende is op nummer 2 geëindigd. Of is op nummer 2 D66 Apeldoorn. D66 Apeldoorn op nummer 2. En we gaan door naar de volgende. En dat is CDA Apeldoorn op nummer 3. En dan gaan we naar nummer 4 in de volgorde van het debat. En dat is BVNL Apeldoorn. Kijk eens aan, die plakken we vast op nummer 4. Dan gaan we door naar nummer 5. Nummer 5, de Partij van de Arbeid. Kunt u dat ook allemaal goed zien? Kunt u het allemaal hier nakijken? Het is allemaal eerlijk, leg het neer. Het wordt vastgeplakt. Kan niks aan gebeuren. Ik wens ze nu al heel veel succes. Zaterdag wordt een mooie uitzending. Kijk allemaal. We gaan door naar nummer 6. En nummer 6 is GroenLinks uit Apeldoorn. Dan hebben we er nog voor de slimmerikken 2 te gaan. Maar ik heb er nog maar 1. Dat betekent dus dat de ChristenUnie Apeldoorn nummer 7 is en nummer 8 die is er niet. Dit was het. Heel veel succes. Aanstaande zaterdag in de burgerzaal van het stadhuis organiseren de politieke partijen Apeldoorn een debat in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen. De aanvang is 3:00. De inloop is vanaf 2:30. De entree is uiteraard gratis. En wie de 8e partij is, laten we u zaterdag weten. Mensen, deze partijen nemen deel aan het debat. Er staan natuurlijk nog meer partijen op de verkiezingslijsten. Allerbelangrijkste is, ga stemmen.